Ik zie dat de views goed gaan. De abonnees ook wel. Maar de views meer dan de abonnees. Dus hier zien jullie het. Zoals jullie zien in het overzicht. Een groot deel van de kijkers is niet geabonneerd. Nu dat de views best wel goed gaan. En de kijkuren ook best wel veel zijn. Vraag ik jullie deze keer om even te abonneren op het kanaal. Doe mij even een lol. En dan behalen we zeker de 1000 abonnees. Dat zou super leuk zijn. Ze gaan nu weer verder. Yo, what up en welkom dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. Ja, 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 ja. En we zitten weer op de bike. Lekker man. Oh, het was er net gewoon nog donker. Het is iets over 7, hè. En je begint gewoon te merken dat we weer naar de winter gaan. De winterperiode. En dat betekent vroeg donker. En het wordt weer wat frisser. Maar op zich valt het wel mee. Vandaag is het nog 16 graden. En het is pas iets over 7. Hè? Dus dat is nog wel goed te doen. We hebben ons gekke pakje weer aan. Dus sowieso de wind voelen we niet echt. Dat is ook wel gewoon echt heerlijk. En we zijn gewoon lekker even onderweg naar werk. Gisteren met de auto. Gisteren moesten we even naar de garage met de wagen. Maar wat een drama was dat. Niet normaal. Alles stond vast. 32 kilometer. Hebben we gewoon 2 uur en 15 minuten gedaan. Dat is echt... dat was echt bizar. Gewoon letterlijk vanaf dit punt stond alles vast. Hop. Dikke bampie. Lekker man. Nee, vanaf dit punt stond alles vast naar de snelweg. Snelweg was afgesloten. Andere snelwegen waren ongelukken gebeurd. Dus iedereen ging binnendoor naar Rotterdam. Maar daar zijn ze ook bezig met allemaal verbouwingen, nieuwbouwwijken, nieuwe rotondes aanleggen. Dus heel veel hoofdwegen zijn gewoon afgesloten. Dus iedereen pakt gewoon parallel een baan of gewoon lekker binnendoor allemaal kleine straatjes. Maar als gewoon de hoofdweg is afgesloten, ja, dan doet iedereen het. Dus dat is wel heel irritant. Dus uiteindelijk toen ik thuis was, ik had zoiets dat koekblik pak ik echt gewoon in noodgevallen. En anders pak ik gewoon lekker de bike. Heerlijk man. Wat ik al eerder heb aangegeven, wakker worden op de bike is gewoon heerlijk. Niks beters dan dit. Hop. Hier is het alweer gelijk een stukje drukker. Hop. Voor deze keer gaan we even deze afslag nemen. Normaal gaan we altijd hier rechtdoor. Maar ik wil even kijken voor wat andere wegen. Mocht het weer zijn dat alles weer vast staat. Kijk, met de motorkeren makkelijk tussendoor. Maar vaak heb je van die wegen die zo krap zijn dat die auto's ook gewoon super dicht op elkaar staan. Dus we gaan even kijken of deze route ook gewoon leuk is. Of in ieder geval snel. Want we moeten richting het centrum. Dus dan hebben we een paar opties. De Winnensbrug, Erasmusbrug of de Maastunnel. Dus dan gaan we gewoon even kijken welke weg het beste is. Hier staat het ook gewoon weer lekker helemaal vast. Dus dat weten we gewoon voor de volgende keer. Dan pakken we gewoon niet deze route, maar dan pakken we gewoon lekker de andere route. Hop, dank u zeer. Kijk, dit is zeker niet erg om te doen. Maar leuk is wat anders. En we moeten dadelijk bij het stoplicht naar rechts. Dus dan gaan we even hier doorheen. En dan zijn we gewoon weer richting de Maastunnel. Hij valt mij echt... Ah, fuck man. Zulke mensen, jongen. Wow.
Ik vraag gewoon, normaal kan je even een stukje opzij toch? Maar ho maar. Fucking zagrijnig kijken. En niet opzij willen gaan. Kijk, weet je mensen, niks is verplicht. Maar gun het gewoon. Jij kiest om in dat koekblik te zitten. Wij kunnen er gewoon doorheen. Zonder probleem. Zonder mensen te hinderen. Dus fuck it. Doe gewoon normaal. Idioten. Maar nee man, deze weg is weer fucking druk. Dus voortaan pakken we gewoon lekker de andere route. En dan zijn we weer bij het volgende stukje. Weer lekker druk. Kijk, hier moet je ook altijd even uitkijken bij die vrachtwagens. Die zijn natuurlijk breed, die kunnen niet opzij. Dat is gewoon normaal. Hoppa! Zo, over het spiegeltje heen. En dan staan we weer vooraan. Gelukkig. En dan rijden we zo de pleinweg op. Richting de Maastunnel. Nee man, deze route gaan we niet meer nemen. De Beren. Hier zat vroeger Bodyflare. Dat is de zoon van Tattoo Bob. Weet je, als je Rotterdam-Zuid kwam en je was wat jonger, waren weet je dat de enige opties die je had vroeger voor het tatoeage. In principe waren het misschien wel meer, maar we hadden nog geen internet en geen mobiele telefoontjes met internet erop. Dus echte recensies en allemaal dingen, dat konden we niet lezen. Dus wat gingen we gewoon doen als klein ventje van 15 jaar. We woonden hier achter in IJsselmonde. En dan pakte gewoon de fiets. Hadden we echt 100 gulden. Hadden we op zak. En dan gingen we naar Bodyflare. Een tatoeage halen. En zo kreeg ik mijn allereerste tatoeage. Bij Bodyflare. Ik zou mijn god niet weten hoe die vent heet. Maar echt een goede job. Dat had hij ook weer niet geleverd. Dus dat was een goede les. En echt 8 jaar later. Kwam internet. Al die tv-programma's over tatoeages op tv. En toen kon je wat meer research doen. Kijk, deze weg is wel relaxed naar de Maastunnel. Daar sta je niet helemaal vast. Maar om hier te komen duurt wel fucking lang. Maar goed, we zijn er. En eenmaal door de Maastunnel, dan zijn we er binnen 5 minuten. En dan kunnen we weer 8 uur lang op onze reet zitten. Maar ik weet niet of het was opgemerkt in de vorige video's. Mijn scherm, mijn zijschermen, die heb ik nu een aantal keren veranderd. Hoe ik het beste kan rijden met last van wind, turbulentie en wat dan ook. Wat ik al eerder aangaf, het hoge scherm, daar krijg ik echt volop turbulentie van. Nu komt de wind een beetje kin, schouders. En met het iets hogere scherm kwam het precies op mijn vizier. Waardoor je met hogere snelheid gewoon turbulentie krijgt. Dus dat betekent dat je met hoge snelheid wind op je helm krijgt. Waardoor je helm een beetje zo gaat schudden. En dat is wel, geloof me, na een paar kilometers word je helemaal gek. Dus vorige week, volgens mij zag je dit ook in 2-3 video's geleden. Had ik het hoge scherm er weer opgezet. Om te kijken of het nou werkelijk echt kwam door het hoge scherm. Of door wat anders. Of door de zijpanelen, dus ik had alleen het scherm erop gedaan. En ik had echt fucking veel last van de wind. Hoofdpijn, pijn in mijn nek, alles erop en eraan. Dus die hebben we gewoon weer snel weggehaald. We hebben het puigruitje, sportpuigruitje, hebben we er weer op geplaatst. En ik moet zeggen, daar heb ik echt gewoon totaal geen last van de wind dan. En dat is alleen maar super fijn. Zijschermpjes. Jullie zien wat er nu op zit. Het lijkt een of andere fucking vliermuis. Het ziet er niet uit. Maar ik kon deze even testen. En ik moet zeggen, ze helpen wel. Maar het ziet er niet uit, man. Dus ik wil ook nog wel een beetje een bike die er leuk uitziet. En we hebben zo onze best gedaan met deze bike. Dus deze gekke flappies. We houden niet van flappies. Die gaan er gewoon vanaf. We hebben in principe nog een setje zwarte zijruitjes liggen.
Dus we gaan die denk ik gewoon weer monteren. En dan heeft hij dezelfde kleur als de Kuiper uit. Dus dat is wel veel mooier om naar te kijken. En in principe met de zijruitjes die erop zaten. Dus gewoon de standaard zijruitjes. Daar had ik ook gewoon totaal geen last van de wind. Dus maar dit kon ik gewoon even lenen om te kijken of het werkt. Het werkt, maar het ziet er niet uit. Nee man, lijkt net een of andere doodgeslagen vleermuis nu hiervoor. Dus die gekke flappen, die gaan er weer binnenkort vanaf. Vooraanzicht laat ik dadelijk wel even zien. Op zich is het van voren nog wel oké. Maar nee, niet echt mijn ding. Dikke chopper, BMW, XR, altijd nice. Maar we hebben nog wel wat andere updates aan de bike. Sowieso, we wachten nog steeds op die fucking quickshifter. Dat duurt zo lang. Yamaha die heeft er volgens mij 2 uitgeleverd. Maar ze geven aan dat er gewoon weer productiefouten zijn. Of iets in de software wat niet helemaal lekker zit. Dus dat zijn ze nog aan het ontwikkelen. Ik vind het heel raar. Toen de Tenere 2023 uitkwam, kon je de quickshifter er ook gewoon bij bestellen. Dus dat hebben we gedaan, maar we zijn inmiddels alweer vanaf mei aan het wachten. Dus ik hoop dat die binnenkort gewoon komt. Daarbuiten hebben we nog wat lampjes gekocht voor de bike. Maar ik twijfel om ze erop te zetten, zijn wel echt super fel. Je kan ze met de afstandsbediening aan en uit doen. Je kan flitsers erop zetten. Dus we moeten even kijken waar we ze kunnen installeren. En überhaupt of ik nogal plek op het stroomkanaal heb. En daarbuiten, als ik dat niet ga installeren, heb je nog voor de voorvork, heb je een speciale beugel voor de Tenere. En dan kan je nog tussen je voorvork, kan je nog 2 spotjes monteren. Dat vind ik wel heel erg dik, dus dat is zeg maar net onder de koplamp. Dus daar gaan we nog even naar kijken. Waarschijnlijk als die kleine spotlampjes te fel zijn of te veel moeite om te installeren, dan pakken we denk ik gewoon die beugel en dan hebben we een mooi rijtje aan spotlichten voor op de bike. Altijd goed, wat extra verlichting. Als je het maar niet hindert voor andere verkeersgebruikers. Dus meestal zet je je bike op de paddock. Richt je hem naar de muur. En dan ga je gewoon kijken, ga je hem even uitlijnen voor jezelf. Ga je kijken of hij niet te hoog schijnt. Je weet een beetje wat de hoogte is van een autoruit bijvoorbeeld. En dan ga je daar gewoon net even onder zitten. En dan komt het helemaal goed. En dan zie jij tenminste ook wat meer. En dan zien mensen jou ook gewoon veel meer. Veel beter in ieder geval. Dus dat is altijd fijn om gewoon zichtbaar te zijn in het verkeer. Zeker nu dat het wat donkerder wordt. Maar voor de Tenere is het super chill. Daar heb je gewoon aansluitpunten voor onder de kappen. Het enige wat je moet doen is een aansluiting even aanschaffen. En het monteren op de draadjes. Maar dat is allemaal niet zo ingewikkeld. 1 keer gedaan, dan weet je precies hoe het moet. En dan gaan we weer de achtbaan in. Ik wist nog wel in het begin dat ik net mijn rijbewijs had. Was deze garage echt fucking eng. Maar dit is echt super fun. Hop. En dan laat ik jullie even gelijk de voorkant zien van die gekke flapjes hier. Kijk, in principe van voren valt het echt reuze mee. Het is niet lelijk, maar de afwerkingen zijn ook niet mooi. Dus ja, die gaan er gewoon weer binnenkort vanaf. En dan pleuren we gewoon weer de zwarte die ik nog heb liggen erop. Nou mensen, we gaan even aan de arbeid. En dan zie ik jullie zo weer. 2000 years later. Oh, en dat waren weer 8 uurtjes. Oh, dit wordt wel een lange dag. En nu eenmaal buiten gekomen, er staat kapot veel wind. En het regent een beetje. Dus dat is wel echt fucking irritant. Maar goed, beter dit weer op de terugweg dan dat we dit weer hebben op de heenweg. Maar jullie zagen het al een beetje op de helft van deze video. We zagen net even een BMW S1000 XR rijden. En eigenlijk heb ik al jarenlang gezegd
tegen verschillende mensen, ook van Suzuki. Breng nou eens een keer een Street Adventure uit met het G6 blok. Dus dan hebben we het over de concurrentie voor een Kawa versus 1000, Tracer 900, BMW XR, beetje dat soort modellen. Dus het zijn adventure bikes, maar dan voor op de straat. Dus ik denk de V-Strom kan je er een klein beetje mee vergelijken, maar ook weer niet. We praten meer over de vier cilinders, meer met het raceblok, dus meer voor op straat. En eindelijk heeft Suzuki een kleine sneak preview gegeven dat deze bike er eigenlijk toch wel aankomt. En dan praten we waarschijnlijk over 2024. Ze hebben hem nu de GSX T genoemd. GSX 1000 T. En het wordt een hoog model. Street Adventure. 1000 cc. 4 cilinders. Dus ik heb altijd al gezegd. Maakt niet uit wat voor motor ik op het moment heb. Dat deze motor uitkomt. Ik moet hem gewoon hebben. Nu gaan de verschillende foto's in de ronde van deze bike. Maar dat zijn nog allemaal prototypes. Er wordt mee getest. Dus ik heb ook al meerdere verhalen gehoord. Er komen allemaal nieuwe technieken op. Nieuw soort vering. Alles automatisch. Dus het moet heel wat worden. Hij gaat rond de 19-20k gaat die kosten. Dus we kunnen alvast gaan sparen. Boy, is het ook weer lekker druk. Maar goed, dat zijn we inmiddels alweer gewend. Het is echt net of corona gewoon niet heeft bestaan. Iedereen gaat volgens mij gewoon weer naar hun werk. En ja, dat zorgt weer voor drukte. Wel een beetje jammer, maar goed. Mensen, ik ga gewoon lekker even een muziekje opzetten. En dan gaan we even lekker tuffen naar huis. En dan vind ik het weer helemaal mooi geweest voor vandaag. Het was een lange dag. Dus ik hoop dat jullie weer hebben genoten van deze video. En zoals altijd zie ik jullie weer bij de volgende video. Laters.